Stel je eens voor. Altijd en overal de meest actuele informatie op een eenvoudige en toegankelijke wijze beschikbaar. Een netwerk dat alle relevante informatiebronnen slim aan elkaar koppelt. Door publieke en gesloten bronnen aan elkaar te verbinden, kun je analyseren, concluderen en monitoren. Brandweer Twente verwelkomt je in de informatiewereld. Maar hoe komen we aan deze informatie en hoe gebruiken we dit bij incidenten? Voorafgaand en tijdens de bouw van een bedrijfspand besteden we veel aandacht aan de brandveiligheid van het complex. We geven advies en zorgen ervoor dat er een digitale bereikbaarheidskaart beschikbaar is. Ook andere relevante informatie over het object is aanwezig. Wat zijn bijvoorbeeld de gevaren en hoe moet de brandweer optreden bij een incident? Tijdens een uitruk is communicatie cruciaal. De bemanning van de tankautospuit heeft via de tablet alle informatie beschikbaar. 9038, hier AC. AC geeft bericht over. Ik heb een OMS-melding bij Vivogem in Almelo. Ja, u meldt een OMS-melding bij Vivogem in Almelo. Bij incidenten is het onder andere van belang dat de dekking in de regio wordt gemonitord. In het informatie- en operationeel centrum wordt dit georganiseerd en visualiseren we dit. Inmiddels contact geweest met het object zou daadwerkelijk branden, opgeschaald naar industriebrand en pand wordt ontruimd. Na het blussen van de brand maakt de bevelvoerder via de tablet nog op locatie een inzetverslag. Zo komt belangrijke informatie direct terecht in onze systemen. Dit heeft onder andere het doel om van incidenten te leren en in te spelen op bijzonderheden. We verzamelen veel informatie, waardoor we een meerjarig beeld van een wijk beschikbaar hebben. We combineren incidentcijfers met bijvoorbeeld type bebouwing in een wijk. Daaraan voegen we uit de basisadministratie adressen en gebouwen demografische gegevens toe. Door deze informatie aan elkaar te verbinden, krijgen we een goed brandveiligheidsbeeld van de wijk. Inwoners kunnen ook zelf veel informatie over de eigen woonomgeving vinden. Via brandweertwente.nl is bijvoorbeeld de rookmelderdichtheid van de eigen woonwijk in te zien. Maar ook hebben we door het verzamelen van data meer zicht op risico's in de omgeving. Door deze informatie te gebruiken, bereiden we de generatie van nu voor op deze risico's door scholings- en educatieprogramma's. We leren ze veiligheid in eigen hand te nemen en weten hoe ze moeten handelen wanneer het toch misgaat. Alle informatie die we tot onze beschikking hebben, draagt ook bij aan risicogerichte brandweerzorg. Een voorbeeld hiervan zijn de specialistische voertuigen. We hebben een goed beeld van de incidenten waarvoor de inzet van dit voertuig noodzakelijk was. Maar ook de frequentie, de locaties en bij welk type bebouwing. De specialistische voertuigen staan nu op de kazerne waar de inzet van dit voertuig ook wordt verwacht. Dus op basis van risico's en op basis van informatie. Door het koppelen van diverse informatiebronnen zorgen we ervoor dat we beter weten wat we doen en hoe we incidenten kunnen voorkomen in de toekomst. Door informatie zo te gebruiken, draagt dit bij aan minder brand, minder schade en minder slachtoffers. Informatie is net als bluswater, onze primaire nutsvoorziening.